Dat gaat leuk worden als we allebei als jullie allebei tegelijk die vuurbal gooien. Ja. Pentakill, pentakill. Oh, zijn. Ja, niet, hè? Uiteraard, ja. Natuurlijk wel, als jij jouw vuurbal overal tegenaan ketst. En die van hem ook. Dan hebben we echt alleen maar squishies trouwens. Fake, net. Ah. Ah, echt squishies. Twisted Fate hoef je maar even aan te raken en die is al... Hey, Frosted Snack. Buy a Poro Snack to feed the king. Nou, daar hebben ze veranderd. True damage turrets. Ga eens weg met dat shit. Kan niks lezen. Presso snacks. Dat is inderdaad. Die skin of ah, dit, ja, dat ken ik wel, ja. Die skill heeft best een lange range, die Poro's, shit. Ja? Yeah. Bij 10 Poro's raak gegooid, dan, yeah. Dan komt de Poro King je helpen. Yeah. En als we hem 10 keer ons raak hebben gegooid, dan komt hij hun helpen. Tenzij het hij al opgeroepen is. Echt een bloed. Moet ik elkaar er gooien? Bro. Ja. Die hebben. Dat hele lijntje, daar kan je mee raken. Ja. Ik had er weer eentje geraakt. Aha, bitch. Je hebt wel held leggen op van die pads. Ja, ik zag het. Zoals dat. Ik krijg ook gelijk mana bij en zo. Ik weet alleen nog niet echt hoe je gooit. We hebben Poro King. Want nu schijnt het al wel iets goed. Feed de Poro King. Kut. Ik wilde hem net gaan feeden. Iets beter welke skills ze moesten dingetje nemen waarschijnlijk. Ja, dan gebruikte zo'n snack. Ja, ik deed dat ook op onze paro. Ik vind hem wel grappig deze mode. Ja, dit zat een bochtje aan het rokkelen. Ja, maar niet zo met die snacks en dergelijke. Nee, dat niet, nee. Ik ben nog 0 keer dood gegaan. Ik denk dat mijn ultimate piekelijk wordt.
Iedereen loopt ja, dan wel elkaar. Hier zo. Dat ketst echt goed hier zo. Ja. Kut. Ah, vies twist. Ah. Kunnen we zo te healen? Ja, die hield een beetje te veel. Was nice. Ik zat al te wachten op die update. Nou ja, ik zag toevallig net dat die kut. Wat werd je zag, kan ik wel zeggen. Kan je maar één snoepje kopen? Ja. Van allemaal één. Nee, gewoon, ja, je kan er eentje kopen en eentje meedragen. Maar je kan ze allemaal gebruiken, inderdaad. Ah, zo, ja. Maar bijna. Nee. Kijk dat vuil, vettig ding. Mm-hmm. Zo, vlammenwerper. Ja. Al die porro's achter ons aanlopen. Wat hoe kan zo naar yes. Oh, mijn ultimate. Vuilkost, jongen, kan niet tegen. Vuilkost. Ja, vuil. Wel kreng dat is. Hè. Report me for carrying. Wat? Oh, echt een vuil skill, jongen, kan er niet tegen. Nou ja, je moet in die rift die gooit, moet je er niet in blijven staan, want dat gaat twee keer af. Wat bedoel je? En daar pakt hij heel veel mensen mee. Ja. Kut, maar wel porro. Dan ben ik dood. Zo. Ik heb even snack gebruikt. Hé, hey, waarom krijg je zo naar die keel? Geen idee. Dat is toch niet? Of ligt dat aan mij? Ik zat echt flink te knallen. Ja. Ik deed net ook mijn ultimate en Jezus. Gaan. We hebben trouwens ook een Nami, dus vandaar dat we zoveel held terugkrijgen. Oké. Okay. Oeh, zie dat kaatsen. Ja. Oeps. Serieus, zo na.
maak er gewoon twee in één keer af. Ja, dat is omdat ik de ultimate en al die shit opdeed. Dankjewel. Kan niks. Ook niet. Wel. Ik heb er altijd nog bij. Waarom hebben jullie allemaal van die gastjes achter je aanlopen? Denk je niet? Geen idee. Ik denk om een lach gooit ofzo. Ja, ik heb al vaak gegooid. Ja, kut. Kut eraf, ja. Kut stun. Zo, nou staat gewoon niks te doen. Staat hij AFK? Ja. Ja. Akkoord. Na dit potje heel af 5 minuten naar Livetta. Dat komt de rat weer op pijn zetten. Nee. Jezus, kan niks doen, man.
En de rest blijft ook allemaal gewoon op de pad staan. Nou, zo nou ook al met je AFK, hè? Ja. Ik ben zo terug, dan doen we hem nogal.
Hallo. Hallo. Hey. Goed even. Play again. Kan die? Ja. Wel dat twee mensen, sorry. Wat? No problem. Maar nu toch geband, let maar op. Ja, ze hebben ook wat geband. Indeed, a wise choice. Ga deze keer proberen. Tot vandaag. Twee? Rustig vandaag. Ja. Vooral rustig. Op school was het ook al rustig. Even een uurtje streamen en dan nou al aan de 40. Komt toch geen cap nu. Ja, het is natuurlijk door de week zo. Ja. Door heel veel mensen leak streamen. Ik vind dat best wel irritant. Of het spel is te bekend, of het spel is niet bekend genoeg. Ja. Echt een middenmoot. Want ik zat zo'n spelletje te spelen vorige week en er was helemaal niemand kende dat.
En dan krijg ik bijna niemand die op stream komt. Want ja, niemand is er naar op zoek. Ik had bij één spel, wat ik gratis had, kreeg van die gasten, weet je wel. Maar ja. Daar had ik toch wel WAF-views op. Ja, inderdaad. Dat is wel apart. Ik vond dat nou echt niet interessant eigenlijk. Het was grappig gedaan, maar het is niet echt dat je dat urenlang gaat spelen, nee. Nee. Veel beter op. Ga ik het? Iedereen is er 100? Ja. Oh, kapot. Nee, ik wil niet slapen. Zo. Oké, dat duurt als. Ik had echt zoiets van wat. Oeps. Fly for 3000 units in the chosen direction, only capable. Castable outside of combat. Lekt een beetje bij mij. Loopt niet goed. Oké. Bij jou wel? Bij mij wel, hè. Wat is daar om jou heen? Dat is als ze daardoor worden geraakt, dan doet het schade. Goed, turrets. AOE gewoon dus. Ja, maar dan gewoon constant. Ja. Dat blijft gewoon doorgaan, zeg maar. Deze gebruikt wel echt super veel mana. Ja, Sam met dat pak ook heen. Ik heb hem een snack gegeven. To the king! Hij heeft nou niet echt zulke spannende skills, maar die dingen zijn wel heel veel schade. Geld al.
hebben we ook gestoond. Want die dat deed ik al erin, maar... Geen idee. Ja, echt maar. Ik wil echt gewoon niks te doen. Was toch goed? Voice of Light, Britza the Blast of Pure Starfire. De eerste keer dat je speelt? Ja. Ik heb deze nou echt nog nooit gespeeld. Fuck Yasuo. Beetje scheef. Oh ja, zo. Wordt hij een keer niet geband en dan maar. Oomt hij alles, hè? Lijkt ik apart, ja. Oh, hij had nog een keer moeten schieten op. Ace gooi ik wel goed, maar... Wat is dat? 3 star circle uit laag. Each effect. Maar ren ik daar niet echt naartoe, maar... Nu zag een slag rondje zitten. Hè. Jezus, ik kan niet wat doen. Hoppa. Die is wel bruut. Welk? Als je ultimate doet en daarna je de turret wegzetten. Oh ja. Die doet best wel damage. To the king! Oh, rockets mis ik. Oh, ik heb Jace. Ja. Yeah. Jen, gaan we schieten. Zo raar, hè? Dat duurde even voordat hij dat door had. Zo raar. Een understatement.
ik had die echt jong. Ja. Vooral als er twee zoiets in zitten. Kijk, flank hebben wij toch? Ja. En een zoiets. Hoeveel ultimates heb je al gezien van Gangplank? Geen. Dus. Sorry. Fucking slecht. Oh jee, ja. Fucking. Ah. Wat is die ulti eigenlijk van dat ding? Van deze? Ja? Voice of Light, Breacher the Blast of Pure Starfire, dealing 150 plus 74 magic damage, and slowing for 40% for 2 seconds. Blast will also knock nearby enemies back to Aurelion Sol's outer limit. Ik heb bijna gewonnen tot die fucking aap. De outer limit, daar bedoelen ze mee dat die zeg maar in die range van die sterren wordt geplaatst. Oké. En als je een beetje goed combo't, dan krijg je gelijk zo'n ster raak. Ah ja. En die zal wel saving, flink saving. Sterren, ja. Ja. Moest je nog iets met... Hoeveel hits moest je maken met... Met dat ding? Met zo'n porro? Je moest er eentje feeden, maar hoe dat precies gaat... Ik neem aan dat we het al hebben gedaan, met die frosted snacks en zo. Ja, ja, dat is voor de king inderdaad. Ik had nog net de porro king opgeroepen. Ik begrijp het spel nog niet zo goed. Hadden wij hem weer? Ja, wij hadden de parking. Ik weet echt niet wat, hè. Wat wil die boek? Ja, hier man. Gelijk ultimate erop, hè. Gelijk geript ook bij het leven. Hè. Wat? Zo, hier, gewoon one shot. Ja. Als je die porotos nog een keer gebruikt als je iemand hebt geraakt, dan ga je er naartoe. Ah, oké. Laat maar jou. Range vond hij sowieso ook echt ridiculous gaan. Nee. Ik had die aap ge-one-shot, zeg je? Yep. Oké.
van. Gaan ze AFK? Zijn zo lang zijn ze nog niet dood? Wacht erop. Zo zit opeens naar het owner uit. Dat geloof ik dan ook weer niet. Ze waren denk ik aan het wachten dat ze met z'n allen waren. Ja, denk het ja. Had je geript? Nou kunnen ze namelijk doorpushen. Het zou alleen wel wat sneller zijn. Oh, we hebben nog maar één hit ook nodig en dan kunnen we alweer dat ding. Als dat zijn we alweer dat ding. Ja. Nou kunnen ze toch niet meer pakken. Super, weet ik niet open. Ja, hier. En nou, Boro King. Ja. Dan kunnen we gelijk feeden. Ik zie daar gelijk vuren. Jij moet ook feeden. Ja, dan. Dan heb je een beetje cover, zeg maar. Een beetje. Je kan nou ook gelijk als je weer levend bent, To The King gebruiken. Als hij nog leeft. Ja, en dan ga je er naartoe. Ga je gelijk er naartoe. We zitten hun inhibitor al te mollen opeens. Ja. Maar... Gangplank. 0 ulties, wat is dat? Ja, het had al net 1 ulti gedaan, maar... Dat is ook echt alles wat hij heeft gedaan. Zo. Ja. Geen vlammen, we hebben helemaal een reet. Haha, ik had die zoon nog en de aap. Nou. Die beesten gooien, echt super stom. Gooide de 3 in 1 keer, zag je dat? Ik denk als je de attract of zo, wat ik gelezen heb, dan gooi je er waarschijnlijk meer of zo. Ik heb zelfs Rylaze en Liandry's Torment, hè? Oei, 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 nou kom op. Gangplank ulti? Nee? Ja. Ah, plaat. Je lijk hebben. Nee. En Mishina? Ja, ik kan het je wel zelf laten zien.
Zo, wacht even, met z'n drieën ultimate op mij. Kei nice. Ik hoefde alleen die kat dan nog te auto-attacken. Ja. Ja, daar ga ik niet. Echt zo, hè? Super, dan gaat hij op degene schieten die hij niet kan raken. Ja, dat is nou gaan ze per se doen naar dingen. Die turret. Turretje. Dat natuurlijk als spotwaard. Die waren eerst altijd geplaatst ook op attack speed en zo. Dat is geen normaal leuke. Jin lijkt veel te veel op ja, Jinx, man. Ja. Met alles. Dat is killshot. Ultimate dan een beetje. Landmijnen. Ook. Ja, dat heeft die Jinx ook, ja. Er is daar iets van haar of zo. Kijk, ik ga even die rocket ulti doen. Het is wel een hele aparte hero om te spelen. Ja? Ja. Ik geloof best dat hij goed kan zijn, maar... Het is echt vrij irritant dat je die... die bolletjes moet je zeg maar laten raken elke keer. Ah, ja. En als er een melee hero op je zit, dan gaan die shit allemaal uit. Want als ze dan een keer stun of silence dan... Oh, kindje winnen, man. Ja, inderdaad. Even kijken wat die ding is nou al... Nee. Feed a Poro in a game where any Poro explodes on the Howling Abyss. Maar de map die we deden is Howling Abyss. Ja, ja, ik heb wel idee, denk ik. Nog eentje? Ja, ja. En bijna level up dus. Deze rondjes. Blue. Met die hunters vond ik nou niet echt interessant, laatste. Nee, die was ook niet interessant. Ook niet. Overcharge. Ja. Ik zal een Miss Fortune spelen. Oh nee, Fortune bannen. Do not tolerate cowardice. Laatste heeft er niet zo'n zin in. Hmm.
niet zou hebben misfort gedaand. Ik zag langs de kant van die map, zag ik ook een aantal van die grote porro's. Porro's zitten. Natuurlijk. Scarlet Hammer Poppy. Warcraft. Oh, we hebben gezet. Ja. Ik ook. Zo lang. Poppy, doorladen joh. Ik vind die ultimate van Poppy irritant. Ik ben echt 3000 meter verder geramd. Ben je ook aan het streamen? Nee. Vandaag even niet. Dat heeft hij. En meestal staan die in de Normaal gesproken had je ook zeg maar zo'n snack die je als eerste kon gebruiken. Zonder dat je zeg maar deze snack kocht. Ja. Misschien is dat hem. Ik zie nou pas dat die gastjes op een slee zitten. Ja. Oef.
wel heals of niet? Austin, slow. Slap hem. Moet nog twee keer raak gooien naar de Poro King. Was er één? Ja, ik had hem. Ja, het gaat wel goed. Ik denk dat we deze wel kunnen pakken. Hoppa. Ah, dat is de toren. Welk? Benny? I'm a little chogat, nom nom nom. Come to chogat. Ah. Kijk, hij moet waarom er niet in weg? Hiezo zit erin. Ik heb er een gevonden. Waar? Voor mij, op de muur. Nou ah ja, daar zo. Kijk of hij die kan feeden of zo. Nee, ik kan niet. Ik ga Dennis, moet je weg, Kennis? Ja, inderdaad. Ja, die is nasty, hè, die ELT. Ja, auw. Ik vind die ook nasty. Van ding vind ik wel beter, wat, hoor. Wat zeg je dan? Dankjewel voor het opvangen. Anders was hij echt op jou smoel. Dat moet jij doen, dat moet jij doen. Maar... Jin doet niks. Poepa. Natuurlijk niet, waarom zou hij?
Oh. Eén en dan kunnen we. Ja, ik maak deze rondje af en dan kom ik ook vol. Ook alweer mooi. Ik vind wat er is laatste dagen. Te gaan. Ja. Oh, bitch. Kiel is zo goed, hè? Bizar, hè? Ja. Ja. Zit je? Je bent dood net, of niet? Ja. Ja, dat leek je op. Yeah. Dan kom maar aan, hè. Oh. Sloopt die dinges. Ik kon die niet klikken. Wat pacht. Redzak zat ervoor. Een koekje. Hoppakee. Wauw, zo goed. En? Zo. Hij doet ook een keer over mij. Wie? Die, hoe heet die nou? De arcane gast. Ja. Hier, zag je ook Dave niet? Ja. Ga nergens over, hoor. Ja, dat is mooi. Daar. Nou, je kan, kan slaan op een gegeven moment, maar... Dan activeer je die E, zeg maar. Ah ja. Dat. Ja, dat was echt. Hier. Wordt alleen maar erger. Geef me een koekje, of heb je niks? Ik had een koekje gegeven.
Waarom rennen hun allemaal weg? Fuck man. We zijn een baas aan het slopen en dan gaat Zed en Jin met vol HP en vol mana gaat gewoon wegrennen. Jin is super goed op me. Enemy inhibitor is spawning. Opperos. Opgeef naar huis Piet. Ik heb hem al afgemaakt naar de porro. Iemand afgemaakt naar de porro gewoon. Ja, ah. Denk zo. Omzet, win de game. Ja, dat win. Zikske even een paar tikken. Moet toch samenkomen. Kom maar aan. Wat gedaan waar komen? Ik heb in ieder geval 2 gesloopt. Maar dat zie ik ook. Ik had jouw ultimate gegeven. Dan komt onze gehandicapte Jin weer. Nee. Jammer. Wat bouwt Jinx trouwens? Kit. Nou moeten we. Okay. Oeh. Oeh. Ik heb het graag, man. Wee! Ik heb ultimate, dus ga maar. Ik sta vast door Jinx. Ik ook. Lapje dan. Blijven haken. Ik hiel daar nog een beetje. Ja, ik heb sowieso warmhawks dus. Ja, maar hier was wat aan de hand. Check hoe snel ik sla. Ja, belachelijk.
Zo, nou, eerste win en de laatste win. Mooi. Dat was kut slecht, zeg. Echt waar. Goedenavond, pikkers. 12-11-22, Jezus. Ik weet niet eens hoeveel ik sta. Jij stond 18-25. Leuk game, hangt gelijk weer. Gewoon, ik heb zo. Begin. Ah, zo 18. Hilly. Peter Porro en ik. Org. Ah, die moet je niet houding naar best doen. Jawel, via de Porro in een game where any Porro explodes van de Howling Abyss. Kijk. Even kijken. Ik heb zo'n zet. Oeks, hier is Frida. Your Snowdown. Oh ja, je hebt Snowdown kortingen trouwens. Ga naar bank. Als je naar home gaat, heb je daar rechtsbovenaan Your Snowdown Shop. Als je aanklikt, dan heb je zeg maar een aantal van die kaarten. Eén kiezen. Nee, dan kan je allemaal aanklikken. Allemaal RP ook, hè? Ja, dat wel. Maar heb je wel zo'n 100% korting, zeg maar. Ik heb Jurassic Chogath een 30% korting. Ik ben moe. Wapen. Nu. Heeft een pijlstok. Wil je per se met Zoe spelen dan? Heb je dat niet? Voor die Zoe quest. Ja, redirect 25 battle stars, dat is een Zoe skill. En cast 8 unique spells with spell thief, dat is ook een Zoe spel. En Zoe kan zeg maar, als jij Flash gebruikt, kan hij die jatten. Nee. Als het ware. Dan heb ze ook opeens Flash. Nee. Als jij Teleport gebruikt, heb ze ook opeens Teleport. Ja. Nou, dat soort dingen. Anyway, ik ben er vandoor. Dankjewel voor het langskomen wikken. Lang geleden, jong. Tot de volgende in ieder geval. Houda. Joe. Doei.